Coolest Project bestaat nu 3 jaar en elk jaar hebben meer kinderen die zich inschrijven. En wat we ook zien is dat er een aantal kinderen terugkomen. En voor mij is dat een fantastisch teken. Ik heb de Amigo gemaakt. Amigo berekent hoeveel water je moet drinken op basis van je gewicht, de temperatuur buiten en je sportactiviteiten en je Google Agenda. Projecten dat ik tot nu toe heb gezien, vind ik heel impressionant. Er zitten een aantal projecten tussen dat heel goed zijn voor de toekomst, die heel innovatief zijn en dat ik wel potentieel in zie. Embot is een soort robot, een kleine robot, en wij hebben die geprogrammeerd dat die over zwarte lijnen naar de overkant van de zebrapad gaat om blinde mensen helpen oversteken. De kinderen hebben echt hun best gedaan. Ze hebben er al hun fantasie in gestoken. En met een beetje te steunen links en rechts om een aantal kleine technische problemen op te lossen. Waren ze zeer enthousiast om naar hier te komen en om hun projecten te tonen. Dus enthousiasme, niks te kort. Het is sowieso altijd wel heel leuk om te zien hoeveel projecten dat er hier zijn die ook echt proberen mensen te helpen. Dus die aan problemen uit het werkelijke leven denken en die proberen te behelpen met technologie. Vandaag op Coolest Project omdat ik kom kijken en ook ideeën kom opdoen voor volgend jaar. Omdat ik heel graag met een vriendin van mij wil deelnemen aan Coolest Project.